om wat vuurwerk af te steken, hè? Ja! Ja! Het heeft hij zichzelf toch lekker verwend weer vandaag. Mochten mensen het saai beginnen te vinden, al die shoppingvideo's, moet je het even aangeven. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Ja jongens, daar zijn we alweer. Zena, vuurwerk, helemaal vernieuwd. Welkom, en... welkom, welkom. Wie hebben we hier? Dat is Henry. Zullen we eens even achter hem aanlopen? Want de hele winkel is dus aangepast. Mooier geworden. Zena Trophy. Die gaat ook weer door. Voor 2016? 2016, 24 september. Ah, dat is helemaal rond. Kijk eens, dus voor, ja, volgend jaar allemaal komen jongens. Mooie vrouwtjes, mooi vuurwerk. Mooie dingetjes. Nou, het ziet er netjes uit. Ja. Van waar het idee om het zo te doen? Nou, we hadden nog de olie was op. En toen dachten we van... moeten we die vaten ergens heen? Moeten we die vaten neerzetten. Nou, en toen dachten we van, nou, hier is nog een plekje. Ja. En je had er al zo'n europelletjes over? Europelletjes hadden we ook nog over. Ja, leven ook niet zo tegenwoordig, hè? Nou, toen dachten we van, nou, we kunnen wel een kastje bouwen. Ja. Maar ja, dat hebben we maar niet gedaan. Nee, precies. Het ziet er mooi uit. Komt er later ook nog Zena vuurwerk op te staan? Of, Misschien wel, maar het glas is doorzichtig. Ja, dat, is, dat blijft zo. En dat blijft gewoon. Ja, oké. Okay. De Zena Trophy Hoek. Zena Trophy Hoek. Met, dikke shells. Oh, dan kan je zien hoe het aan de binnenkant eruit ziet. Kijk. Netjes. Door Pyrodummies gemaakt. Pyrodummies Holland. Holland. Dat is ook nog een. Dat is een statuta, hoe heet dat tegenwoordig? Studata. Studata. Allemaal producten, Mayhem, Triumph, Zena 1, mooie cake trouwens, kun je zien op mijn kanaal mensen. De dood, nou de Zena Trophy Hoek. Dat is de vierde jaargang volgend jaar dan? Zeker. Vijfde volgend jaar. Volgend jaar wordt aflevering 6. 6 al? Ja, dit plekje. Ja. Was een hele mooie dag, mijn complimenten. Wij vonden het ook het feestje waar vuurwerk de baas was. Ja, zo moet het ook. Dus volgend jaar mensen, wat was de datum ook weer? 24 september, hè? 24 september. Ik zou het in de agenda zetten, dit jaar dat ik niet naar Disney ga. We testen ook even of de winkel kinderproof is. Dat hebben we allemaal voor ons verzameld, tenminste de kinderen. Dus even kijken waar ze naar terug moeten. Ze hadden ook al de maquette gesloopt, dacht ik. Hadden ze poppetjes losgetrokken, dus Henry lag wel, maar... niet echt. Nee. Het knallerhoekie. Knallerhoekie. Allemaal knallers, ratelbandjes. Knallers, ratelbandjes. Eindbommetjes. De hartjes. Kun je allemaal zien op mijn kanaal. Heb ik gehad, 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 heb ik gehad. Kun je dus allemaal bekijken. Allemaal prachtige video's. Hoogwaardige kwaliteit, dames en heren. En ook op de website van Zena kun je een paar producten zien. Want ze hebben een paar video's van mij geleend. Nee, maar dit is trouwens wel een hele mooie trouwens, die Palm Beach, dames en heren. Complete karton in de fik gestoken, enig. Mooi spul. Dit is wel een nieuwe. Ja, die is al nieuw, corona, ja. Heb je die ook al gehad? Ja. Ook al gehad. Ja, die heb ik zelf meegegeven. Oh, die heb ik zelf meegegeven. Die zelf meegegeven. Okay. Nou, die zijn helemaal goed. En er komen nog misschien wel 20, 30 nieuwe producten. Allemaal cakes. All in one rook. Ook op de trofee gezien. Top cakeje. Er kwam ook nog wat nieuwe pijlen. Er komt van alles nog een beetje. Nou, we zijn nieuwsgierig mensen. Nou, prachtig. Ziet er heel mooi uit. Ook een wachtrij zijn er gecreëerd daar vooraan. Kijk, complete drang heb om al die wilde mensen die allemaal vuur willen kopen, ja, te bedwingen. Kun je een rij kiezen en dan kan je zo afrekenen en daar ophalen. En er zijn zithoeken dus aangebracht, dat is heel fijn. Mis alleen een speelhoekje met een glijbaan. Ja, die moeten we nog hebben. Voor mensen zoals ik, er zijn heel veel gezinnetjes die toch vuurwerk kopen. Ja. En moeten we een glijbaan? Ja, we moeten toch een glijbaantje inzetten denk ik, hè? Ja. Nee, heel mooi. We gaan eens even wat uitzoeken. Lijstje mee pakken. Kom maar. Nou, kom maar. Nou, dat hebben we al opgeschreven, dat nemen we mee. En kijk eens. Dat wil ik een bonnetje leveren. Pak ik toch feest voor niks.
Wie herkent er nog mensen? Ja. Kijk eens, wat mooi. Ja, dames en heren, daar gaat hij weer. De Mascaleta. De 120 meter groot plezier voor het hele gezin. Jong en oud. En we gaan die even vakkundig hier door de hele buurt ophangen. Laten we even kijken hoe we dat gaan doen. De Rozertje moet eruit. Dan gaan we zo en dan zijn ze zo aan het ophangen. En dan gaan we zo langs die lantaarnpaal natuurlijk. Een paar keer door die boot. Dan gaan we zo terug langs de schutting. Hier kunnen we er overheen hangen. Langs de cabby. Dat is de kerstverlichting weer. Heel mooi. Dan gaat hij goed komen met dat ding. Die is pas gekocht. Zijn ze op uitgekeken. Willen ze niks meer mee te doen. Zo, dit is de finale. Dan leggen we hem zo, 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 zo. We gaan hem in de fik steken. Te koop bij Zena Vuurwerk, dames en heren. Prachtig vuurwerk, Special Carousel. Kijk in de gum daar. Oh ja. Kijk in de zand hier, altijd mooi. Taaltjes, ook altijd leuk. Hongerpijltjes. Nog meer. Hongerpijltjes. Twee grote boksen en nog een kleine superlawinepijl. Van wat erop lijken moet. Ah nee, categorie 2, zegekeurd vuurpijl, Rolling Rockets. Kijk eens. Zo. Prachtig. Zullen we het even laten zien? Kijk, ik had hem al uit het gaas gehaald. Als eerste, de titanium, gold titanium, Crackling Willow Reds. Daarna komt zilver titanium. En dan tot slot Crackling Willow Chrysanthemum. Ik denk dat dit de finale box wordt. Nee, dit is 3. Voordat je enthousiast dat hele etiket eraf trekt, merk wel even je hoofdlont. Zodat je weet wat het hoofdlont is en het reservelont. Je ziet het verder aan die cake. Nergens staat iets op wat het reserve of het hoofdlont is. Hier is ook roze. Hier is die roze. Dus het ziet er wel helemaal hetzelfde uit. Er zitten wel stickertjes op, zoals 35 en 61. Maar geen idee ja, wat dat allemaal betekent. Dus ik doe deze ook weer even buigen. Want ik ga er niet vanuit dat hij blijft haperen. And now we come to the end. Kijk, het is heel simpel. Dit is het hoofdlont. Hè? Dus dit steek je als eerste aan. Dan heb je de reservelont heb je over. De Mixx box van Zena. Oftewel, Firefly. Haha. Laat eens inlaaien, mensen. Zo. Voor de goed oudejaar. Willow box van Zena, zoals jullie kunnen zien. Extra informatie, netto gewicht 8 kilo. Ja, er zit 1,5 kilo. Kruid zit erin, dus 1,5 kilo kruidblok is dat. Zo, even een vlammetje maakt. Dan steekt hij gewoon direct aan de onderkant aan. Dan gaat hij in één keer door. Want dat vind ik dus het, ja, het lelijkste aan dit soort bakken. Is die tussenpauzes tussen de twee blokken. We gaan naar buiten brengen en we gaan hem aansteken. Zo, die erin. Die dicht, die dicht, die dicht, die dicht. En hoppa, Willow Zena box. Fire fry. Thank you.
Deze auto, jongeman. Kijk eens, dames en heren, hij laat het ook nog voor me in. Nou, vind maar eens een winkel die dat doet. Dat kan alleen maar bij Zena Vuurwerk. We staan in de Meca Store in Maasdijk. Daar hebben ze altijd alles al op voorraad. Ik ga best hier naartoe rijden. Baarle is hartstikke leuk, want ze hebben kleine bunkers en die hebben ze een gigantische bunker waar heel veel vuurwerk in kan. Ook bunkers eigenlijk. Dus dan is alles wel een beetje daar wat je nodig hebt. Ja, kijk eens. Ik ben bij deze al de medewerker van de maand, joh. En de laatste, top wel. Voilà. Kijk eens, nou, hartstikke bedankt, hè. Alsjeblieft. En tot over een paar weken. Maar aftreden. Kijk, dat is ervaren, hè. Nou, wat hebben we allemaal meegenomen? Laat je daar allemaal thuis even achteruit zien. Mooie cakeys, speltjes. Van alles weer. Zo, en dan zetten we de hele auto verder op een bom. Nee, dat is nep. Vind je het leuk, Felicia? Ja. Mooi. Nou, we zijn bij de grensovergang. Ik heb ook mooi. Kijk, er staat het Nederlands, dus daar gaan we naartoe. Ik heb ook leuk. We gaan eens even de grens over. Voor de mensen die zeggen, wat neem je een onnodig risico om door je kinderen mee te nemen. Bla, gevaarlijk, zus, zo. In Nederland mag je ook gewoon vuurwerk kopen. Categorie 2 vuurwerk, alles wat aan het ligt, is categorie 2 vuurwerk. Mag je gewoon dus in Nederland ook meenemen. Neem je ook mee vanuit een vuurwerkwinkel, leg je ook thuis neer. Vuurwerk is niet gevaarlijk. Vuurwerk zal niet van zichzelf afgaan. Als ik hier tegen een paal oprij, gaat dat vuurwerk niet af. Tenzij de auto in de brand vliegt. Maar ja, daar komt er vuur bij. Maar als de auto in de brand vliegt, heb je al een probleem met de tank benzine die achterin legt. Ondertussen zijn we tankstation aangekomen, ook geen controle. Dus we gaan rustig naar huis, kunnen fotootjes maken, video's van maken en dan gaan we daarna door naar de opslag. Zo, we zijn even uit de auto gestapt en gaan naar een afgelegen plaats. Om wat vuurwerk af te steken, hè? Ja! Ja! Kijk, ze lopen, joh. Echt. Ja, Jason was een beetje bang, die had geen zin of zo. Die zit nog met mama in de auto. Nou, dit hebben we gekregen. Wil je dat aansteken? Ja! Ja! Hou je jas maar aan, papa. Steek het aan, papa. Gooit het weg, hè? Nog eentje doen? Ja. Wat een pot. Vond je mooi? Nu ik heb hij is leeg, hij is klaar. Pot. Nog eentje doen? Ja! Ja. Deze. Een auto Dima. Mooi hè? Ja, Eddie. Kijk, daar gaat hij. Is gekomen. Het avondje van Ruben Koet. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ik dacht het wel leuk als je zelf voor Sinterklaas kan spelen. Ik ga pakjesavond vieren. Nou jongens, welkom op mijn pakjesavond. Ja, die kinderen hebben uiteindelijk ook vuurwerk gekregen. Maar papa dus ook. Het heeft hij zichzelf toch lekker verwend weer vandaag. Prachtig hoor. Nou ja, ik zal eens even uitgebreid vertellen wat ik nu uiteindelijk heb meegenomen. Millionaires, alle twee. De nieuwe, de Raw. En die andere is ook nieuw, de 2.0. Eerder waren die 16 shots en nu 25 shots. De mooie all-in-one cakes, die schieten alles in één keer leeg. De code Red, dat is een of andere salute cake in een wire vorm. Red White Stroke Mine with Thick Silver Tilted Tea Salute. Daaronder staat de Originals Triple 19, ook een schitterende bak.
En heel mooi in elk geval de Call of the Road, 150 shots. Verder hebben we nog de 19 shots case meegenomen, de Jawbreaker. Pakketjes vuurpijlen, de 6-6 kun je ook gewoon in Nederland kopen. En de Pro, de Pro Rocket One kun je ook gewoon in Nederland kopen, 40 grams vuurpijlen. Overigens eigenlijk wat hier allemaal staat, het enige wat ik al heb opgeruimd, is dan de King's Cracker, die had ik al weggelegd.
Die zijn we even vergeten op de video te zetten, maar... Ja, die Kingscracker die is dan wel illegaal, maar dit is eigenlijk alleen maar legaal consumentenvuurwerk. Sterker nog, dit is geen 25 kilo bij elkaar. Dus dit mag gewoon echt allemaal. Nou goed, de W-Kingdom, dat is dan de grootste en dat vind ik toch fantastisch hoor. Dat is dus een doorlandbak ja, in W-shape, dus gewoon met waaiers. Ah, dat wordt echt vet jongens. 30 gram, 490 shots, dus dat is maximaal gevuld per tube. Dus dat is, ja dat wordt grandioos. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Mochten mensen het saai beginnen te vinden, al die shoppingvideo's, moet je het even ja, aangeven. Dan kan ik daar een beetje rekening mee houden, maar mij bevalt het wel die winkel daar. Moet ik eerlijk bekennen. Tot de volgende video jongens.